Hoi, ik ben Jesse Nispling, waterpoler bij Team NL. Ik wil jullie graag terugnemen naar een moment dat nog niet heel lang geleden was. Begin maart waren wij aan het voorbereiden met het Nederlands team op het OKT, het Olympisch kwalificatietoernooi. Al die droom van de Spelen. Ik ben 4 jaar geleden naar het buitenland gegaan om me gewoon volledig op waterpolo te kunnen focussen en mezelf te ontwikkelen. En dan is dit zeg maar zo'n toernooi, zo'n OKT zeg maar, waar je het allemaal voor doet. Dat is 4 jaar ploeteren, hard werken in de gym, in het water. Morgen 4 keer 4 banen. Altijd mee bezig zijn en ja, dan is dit waar je het uiteindelijk voor doet, hopelijk die spelen te halen, het ultieme doel zeg maar. Aan deze hele voorbereiding kwam abrupt een einde toen corona ook in Nederland geconstateerd werd. Toen het besluit is genomen dat de Spelen niet doorgingen, hebben we eigenlijk een beetje de tijd gehad om ons hoofd leeg te maken en ja, even die focus te verleggen. Het is toch niet niks wat er gebeurt. Het moeilijkste van deze situatie vind ik denk ik dat je gewoon nu niet kan doen wat je het liefst doet. En dat is gewoon in het water liggen en wedstrijden spelen, want dat is toch waar je het voor doet. Vandaag staat een best pittig hardlopen setje op het programma. Een kwartiertje bezig nu ongeveer en een aardig pot. Dan merk je wel dat je inderdaad echt een zwemmer bent, waterpoler, geen hardloper. Ja, ik merk wel dat het hardlopen wel steeds beter gaat. Ja, aan het begin kwam ik echt niet vooruit, was het echt de harken gewoon. Goed, en dan is hardlopen leuk en het is goed om fit te blijven. Alleen ja, voor een zwemmer is dat ook gewoon lastig om dan in één keer die switch te maken naar alleen hardlopen eigenlijk. Dus dat zijn wel de lastigste dingen ja, voor mij persoonlijk. Ik woon in Ede, ik studeer in Rotterdam en het Nederlands team trainen nu momenteel in Zeist. En ik speel ook nog daarnaast in Lille, Frankrijk. Ik heb 3 jaar in het buitenland gezeten en volledig op waterpolo gefocust. En dat is ook heel fijn en heel goed voor mijn ontwikkeling geweest. Alleen ik merkte dat ik gewoon iets miste en ik wou ook gewoon maatschappelijk bezig zijn. En ik denk dat dit dan de ideale combinatie is, dat ik gewoon mijn studie op deze manier kan afmaken en daarnaast ook nog een topsport kan bedrijven. Lang, 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 lang. En maandag naar school kan en dan de rest van de week tot de wedstrijd zaterdag in Lille zitten eigenlijk. Dus veel reizen, veel in de auto zitten. De combinatie bevalt me tot nu toe heel goed. Ik combineer nu net een half jaartje en ik denk toch wel wat het grootste leermoment is zeg maar de zelfplanning die er aan te pas komt. En dat is gewoon iets wat steeds beter wordt hoor. In het begin ging dat ook nog wel eens moeilijk van thuis aan school zitten en dat zijn dingen wat soms best lastig is. Maar gelukkig is mijn school heel flexibel en kan ik bijvoorbeeld nu, wat we nu zo aan het voorbereiden zijn voor het OKT, is het gewoon niet mogelijk nu om ook nog naar school te gaan. Dus het is nu veel thuisstudie, omdat die combinatie nu gewoon te druk is. Elke dag 2 keer trainen en hele dagen intern met de groep. Ja, de omschakeling was heel groot. Je bent eerst altijd onderweg. Ik speelde competitie in Frankrijk. Ik studeerde in Rotterdam. Daarnaast ook nog met het Nederlands team in voorbereiding. Het contrast met nu. Je zit thuis. Je mag eigenlijk het huis niet uit. En die omschakeling was in het begin echt heel moeilijk. Eerst gaf het nog wel een soort van rust. Omdat je natuurlijk altijd druk was en bezig was. En de eerste paar dagen wel even lekker was om even dat niet te hoeven doen, niet ergens naartoe te hoeven gaan. Ja, na een paar dagen begon het alweer te dagen van hey, ik wil weer aan de slag, ik wil weer de zwembaden in en trainen. Zoals jullie hebben kunnen zien, is dit hoe een training er momenteel aan toe gaat. En onder leiding van onze fysio gaan we elke week 2 keer met elkaar aan de slag. We proberen zo fysiek fit te blijven. En daarnaast ook nog gewoon leuk om je teamgenoten te zien en te spreken. Overheerlijke smoothie.
Ja, wat ik uit deze periode vooral heb geleerd is ja, hoe bevoorrecht je eigenlijk bent dat je fulltime met je sport bezig kan zijn. En dat ik dat leven kan leiden wat ik nu heb. Ben ik toch eigenlijk wel heel dankbaar voor en besef je pas eigenlijk wanneer je het niet hebt hoe belangrijk het voor je is. Ik hoop dat ik een beetje heb kunnen laten zien hoe een week er momenteel voor mij uitziet in quarantaine. In ieder geval hartstikke bedankt voor het kijken. Wil je nog meer video's zien van Team NL Sport is, klik dan even hier rechts. Wil je daar nooit meer iets missen, altijd op de hoogte blijven, abonneer je dan gewoon even hier beneden. Doei!